Hi guys, ik ben Bastiaan van het kanaal Dutch Styleworks en in deze video laat ik jullie zien hoe je een douchepuntje smeert. Het materiaal dat we gaan gebruiken voor deze douchevloer is kant-en-klare zand cementmortel. Het enige vereiste wat je nodig hebt is een beetje water. Even zo in die kuip. Zorg dat je de mortel goed doormixt. Dat je alle plekjes goed raakt. Dan gooi je een beetje water over de vloer. Voor een goede hechting. Gooi zo. Hoppakee. Alle specie erin. A few moments later. Zo. Alle specie ligt in de bak. We gaan beginnen met de afwerking. Eerst is het heel belangrijk dat je de put goed onderstopt. Dit om enige luchtbellen te voorkomen. Kijk of het water vast staat. Dat is niet. De put staat mijn waterpas. Nu voor de hoogte. Ik heb een stukje afgehaald van de tegel wat erin komt. Die doe je heel iets lager als de rand van de put. Straks als de lijm onder de tegel komt, staat die als het ware gelijk. En heb je geen hoogteverschil tussen de tegel en de rand van de put. Toch een speciaal weg. Strak trekken.
kanten nu precies hetzelfde. Deze altijd heel goed aanstampen. Controleren. Perfect. In deze woning willen ze de doucheverlaging één tegel verdiept hebben. Dus tik ik hier langs de hand. Eén tegel dikte lager.
zetten. Die moet watervast worden. Zo. Met het schuurbord. Trekken we hem even dicht. Nu gaan we hem eventjes controleren. Zo is die mooi waterpas. Zo hebben we een klein beetje afschot van een centimeter. Dat is genoeg. Een centimeter op een meter is voldoende. Nou, als het helemaal netjes is, naar wens, dan kun je hem afglitten. Als je het een leuke video vond, thumbs up. Als je meer van dit wil zien, abonneer dan op mijn kanaal. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.